Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een pashokjes-shoplog voor jullie. Dit is dus deel 2. De vorige keer dat ik dit heb gedaan, heb ik hele leuke reacties gekregen. Dus ik dacht, ik ga deel 2 maken. Dit keer in een ander winkelcentrum, maar wel een super mooi winkelcentrum. Kijk, deze fontein. Hier ga ik dus lekker shoppen en alle dingen die ik ga passen ga ik aan jullie laten zien. En dan ga ik jullie ook laten weten welke ik heb gekocht en welke ik niet heb gekocht. Dus heb je zin in deze video? Geef dan alvast een dikke duim omhoog. En laten we gaan shoppen! Ik sta nu in de Abercrombie en ik heb de eerste outfit aan. Het is dit leuke shirtje. Ik vind hem eigenlijk super leuk. Ik vind hem leuker dan gewoon alleen zo'n tube top. Want door deze mouwtjes wordt het toch wat speelser. Dus ik vind hem wel super leuk. En deze broek vind ik ook heel erg cool. Hij staat goed en hij heeft zo'n flare pijp. Dus ik vind de eerste outfit al helemaal geslaagd. Volgende outfit van de Abercrombie is deze. Het is dit simpele witte shirtje met deze Amerikaanse vlag. Die ik wel super cool vind. En dan deze broek. Ik vind hem super gaaf. Hij zit heel erg lekker met deze streep. Dat maakt hem toch wel wat specialer. Anders als gewoon een normale spijkerbroek. En ik vind het samen ook wel heel erg leuk bij elkaar staan. Dus weer een hele leuke outfit. Dan heb ik dit shirtje. Deze vind ik wat minder als de rest. De kleur die staat mij denk ik niet zo goed. Dus hier denk ik nog even over na of ik deze mee ga nemen of niet. En dan de laatste outfit van de Abercrombie is deze. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik denk dat hij gewoon niet zo leuk bij mij staat. Hij zit wel enorm lekker en hij past ook goed. En ik vind het ook fijn dat hier zakken zitten. Maar ik denk niet dat ik deze ga nemen gewoon omdat hij mij niet zo leuk staat. Ik sta nu in de Paxson en dit is mijn allereerste outfit. Paxson vind ik normaal een hele leuke winkel, maar de eerste outfit vind ik eerlijk gezegd niet zo leuk. Dit shirtje, ja, die zit gewoon niet mooi en de broek zelf ook niet. Het was maar volgens mij 1 maat voor alle maten. Dus dan ja, zit die denk ik bij de meeste niet zo mooi. En ja, de strepen die gaan hier ook heel raar, dus... Deze outfit is een nee. Ik heb nu een jurkje aan en hij is gewoon veel te groot. Nou, dan is hij wel kort, maar hij zakt gewoon echt af. En hier is hij veel te groot, dus hij zit gewoon niet zo mooi. En ik had ook deze, maar dit is dan dezelfde maat. Dus ik denk dat hij ook veel te lang gaat worden. Het is zeg maar maat small, medium, large. Dus ik denk dat het gewoon iedereen zou moeten passen, maar mij past in ieder geval niet. Dus ik weet niet wat Paxson met een maat aan het doen zijn. Ik ben nu in de H&M en dit is mijn allereerste outfit. Het is dit shirtje met deze rok. De rok vind ik een beetje groot en ik vind zelf dat ik wel andere leukere rokjes heb. Dus ik denk niet dat ik deze ga meenemen. En het shirtje is ook een beetje groot. Dus hier weet ik het ook nog helemaal niet zeker van. Maar de kleur vind ik wel super tof. Dan heb ik deze broek en let even niet op deze combinatie. Ik weet dat het niet zo mooi staat, maar ik had even geen ander shirtje. Het is deze broek. Ik vind hem op zich wel cool. Hij heeft wel wat, maar hij is gewoon een beetje te groot. En hij kreukelt ook wel snel. Dus ik denk ook niet dat ik deze broek ga meenemen. Ik sta nu in de Hollister en sorry voor de muziek, hij staat een beetje hard. Maar dit is mijn outfit. Ik vind het shirt wel heel erg leuk. Hij past op heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld deze broek. Ook al vind ik deze broek een beetje heel erg overdreven. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. De pijpen zijn super wijd. Ik vind hem wel weer cool. En je ziet heel erg veel van deze strepen de laatste tijd. Ik vind het wel leuk. Deze broek, ik vind hem super cool. Ook met deze streep aan de zijkant. Maar hij past niet zo goed. Dit is de kleinste maat en hij is best wel groot. Dus als die wat kleiner had geweest, had ik hem denk ik wel gekocht. Maar hij is gewoon te groot. En hij staat ook op ultra high rise. En hij is zeker super hoog. Ik heb dit jurkje en ik vind hem eigenlijk wel super leuk staan. Hij is wit. En hij komt best wel hoog en hij heeft hier van deze knoopjes. Ik vind hem super cute. En hij past ook mooi. Ik sta nu in de American Eagle en dit is mijn eerste outfit. Het past niet echt goed op elkaar, maar ik vond ze allebei wel heel erg leuk. Dit topje, als ik hem nu zo aan heb, ziet een beetje raar uit. Omdat dit er gewoon zeg maar afgeknipt wordt. En dat hoort dus niet. En dan deze broek. Ik heb al genoeg streepjes broekjes. Dus ik denk dat ik deze niet ga meenemen. Ook al zit hij wel mooi en vind ik hem ook wel leuk. Ja, yeah, I don't know. Ik sta nu in de Zara en dit is de eerste outfit die ik aan heb. Het is dit jurkje. Volgens mij zijn dit zwarte strepen met rood. Ik weet niet of het donkerblauw is. Volgens mij is het zwart, ja. Hij is een beetje te groot. Je ziet hier allemaal stofdingen, dus... Ja, hij is een beetje te groot. Verder vind ik hem wel leuk. De volgende outfit eruit. Het is deze soort van zwarte legging met deze rode streep. Ik vind hem op zich wel leuk, maar ik weet niet zeker of ik hem ga nemen. En dan dit witte shirtje met hier zo'n zwarte streep. Ja, ik vind het wel cute.
Dan heb ik hier de laatste outfit van de Zara. Dit camouflage shirtje vind ik wel heel erg leuk staan. Het is een crop top. Helemaal leuk voor de zomer met deze witte broek. Weer een streep aan de zijkant. Je ziet dat het helemaal in is. Je ziet het in serieus elke winkel. En in het wit vind ik hem eigenlijk wel heel erg leuk. Hij staat ook goed. Hij past goed. Dus deze outfit is geslaagd. Laatste winkel is de Forever 21. En als eerste heb ik dit aan. Dit leuke shirtje met deze bloemetjes. Ik vind hem super cute. Helemaal leuk voor de zomer. En dan dit rokje. Spijkerrokje. Hij is wat anders. Hij is wat zachter. En ook stretchy. Hij heeft deze zakken. Dus ik vind hem eigenlijk super tof. Ook heb ik dit shirtje. Ik dacht, ik probeer iets nieuws. Ik vind hem bij mij niet super leuk staan. Maar het idee is op zich wel leuk. Hij staat op zich wel leuk bij dit spijker. Maar ik denk niet dat ik hem ga nemen. Als allerlaatste heb ik deze gele bodysuit. Het is een beetje simpel. Het is gewoon een simpel geel shirt. Maar ja, je kan er wel natuurlijk een leuke outfit van maken. Als je hier een jasje overheen doet met het rokje bijvoorbeeld. Het kan toch wel leuk zijn. Ik zit weer in de auto onderweg naar huis. Ik heb lekker geshopt. En dit is ook alweer de laatste keer dat ik ben wezen shoppen in Amerika. Heel erg raar gevoel. Maar ik heb wel super veel zin om weer in Nederland te gaan shoppen. Dus dit was dan weer de video. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Als je dat vond, geef zeker even een dikke duim omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En als je dan geabonneerd bent, vergeet dan niet op het belletje te klikken. Zodat je iedere keer een notificatie krijgt als ik een video post. Zo hoef je er nooit meer eentje te missen. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!